Waternet, waar zijn jullie nu weer mee bezig? Dag, mijn naam is Peter Ronnekink. Ik ben projectleider bij Waternet. En achter mij ziet u een van mijn projecten. Dat is gemaal eerste bedijking aan het dorpje Amstelhoek. We zijn hier bezig met de renovatie nu van het hoofdgemaal en het ketelhuis. Dat is een van de twee delen van het project. Het gemaal dateert uit 1862 en is bestempeld tot een gemeentelijk monument. En wij hebben de taak gekregen om naast het gemaal uit te breiden in capaciteit, ook de historische waarde van het gemaal te herstellen. We staan hier bij het ketelhuis en zoals u kunt zien is het ketelhuis ingepakt in een stalen constructie. Elke muur hebben we in zo'n stalen constructie verpakt en die gaan we straks ook per muur gaan we die weghalen. Omdat we hieronder eerst nog de grond moeten schoonmaken omdat daar een dieselverontreiniging in zit. En als die verontreiniging weggehaald is, dan zetten we de vier wanden weer terug en herstellen we die wanden weer in oude staat. De muren gaan in zijn geheel eruit en worden straks in zijn geheel weer teruggezet en daarna helemaal weer netjes gemaakt. Dat is best wel een klusje, zoals u kunt zien. Deze pomp dateert uit 1912, dat is de oorspronkelijke pomp nog, en die blijft staan als museumstuk. Achter mij ziet u het inlaat van het huidige gemaal. Daar gaan we ook het nieuwe gemaal plaatsen. Waar nu het kroonzakreiniger staat, komt straks een nieuwe gemaalconstructie met erin twee grote dompenpompen en een nieuw kroonzak. En ja, dan is gemaal eerste bedijking weer voor de eerstkomende 50 jaar gereed. En dan hebben we een mooi museum ernaast staan van hoe het in 1862 was.